In deze film gaan we een stukje color grading doen zonder dat je eigenlijk al te veel verstand hoeft te hebben van kleuren. Je ziet soms foto's waarbij bepaalde partijen bepaalde kleuren hebben. En wat bedoel ik met bepaalde partijen? Als je kijkt naar deze foto, dan heb je daarin bijvoorbeeld donkere partijen. Je hebt daarin partijen met uh, hooglichten aan de lichte kant en je hebt partijen die daar een klein beetje tussenin zitten. En zo kun je een foto opdelen in gradaties. Van donker tot licht doe je dat in de regel in 255 stappen. Dat is wel wat veel om allemaal te beheersen. En je kunt dat ook in hapklare brokken gaan verdelen. En dat gaan we vandaag doen. En als je een foto hebt opgedeeld in bepaalde segmenten, zoals licht, donker en wat daartussen zit. Dan kun je die gebieden ook gaan kleuren, als het ware. Je kunt daar een toon in leggen. Je kunt bijvoorbeeld, en dat is op zich vrij populair, zeggen van nou, de, de schaduwgebieden willen we een klein beetje meer richting blauw of richting groen. En de hooglichten, die willen we juist wat warmer. En dat is eigenlijk een beetje aan je eigen creativiteit. Ben je nou niet zo creatief, dan heeft Photoshop voor jou ook een heel interessant hulpmiddel. En dat is namelijk Color thema's van Adobe. En dat vind je hierboven bij venster en dan extensies Adobe Color thema's. En als je daarop klikt dan ontvouwt zich het volgende venster. En daarin zie je dus allemaal voorbeelden van thema's met kleuren. En dan kun je denken van ja, wat heb ik daar nou aan? Nou, daar kunnen we bijvoorbeeld bepaalde dingen mee gaan doen. En je kunt gewoon door deze thema's heen scrollen naar beneden en Eigenlijk zijn er gewoon eindeloos veel variaties. En het, ja, je kunt ze eventueel ook gewoon gebruiken, een klein beetje aanpassen. naar wat je zelf leuk vindt. Dat is één. Je hebt dus hier de mogelijkheid om vijf bepaalde tinten te kiezen. waarmee jij iets gaat doen in jouw foto. Hoe ga je die vijf tinten nu overbrengen naar je foto? Ook dat is heel makkelijk. Dat doe je namelijk met verloop toewijzen. En dat vind je bij de aanpassingsfilters hieronder bij verloop toewijzen. En je ziet dan bij eigenschappen dat er al meteen iets gebeurt. Ik ga dit eerst even terugzetten naar zwart en wit bijvoorbeeld. Wat zie je hier nu boven in beeld? Dit is een verloop wat over de foto ligt. En je moet die balk die hier staat, moet je eigenlijk lezen van donker aan de linkerkant naar licht aan de rechterkant. En dat wordt eigenlijk in mijn foto neergezet. De donkerste partijen, die zullen dus in dit geval zwart worden en de lichtste partijen worden in dit geval wit. Zou ik dit aan gaan passen? Je kunt namelijk gewoon op de ballen klikken en dan krijg je het volgende venster. Je zou hieronder ook bijvoorbeeld twee andere kleuren kunnen kiezen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen van nou, aan de linkerkant moet het niet zwart zijn, maar moet het bijvoorbeeld blauw zijn. En aan de rechterkant, bij het, waar het licht is, moet het niet wit zijn, maar moet het bijvoorbeeld rood zijn. Nou, en je ziet in mijn foto dat al mijn donkere gebieden blauw zijn geworden en al mijn lichte gebieden rood. Maar ik had het daar straks aan de linkerkant bij Color Thema's over vijf kleuren. Hoe ga je deze vijf kleuren nou in dit verloop neerleggen? Ook dat is op zich heel simpel. Als je op de ballen klikt, dan heb je hieronder dus twee uh, blokjes staan. En die blokjes die bepalen de kleur. Klik je nou gewoon ergens tussen de blokjes, dan komt er opeens een blokje bij. En zou ik die netjes in het midden zetten, bij 50%, dat zie je hieronder op locatie, dan zijn de middentonen voortaan wit. Klik ik nu op oké, OK, dan is het prima. Maar ik wil dus vijf kleuren van Adobe Color Thema's overbrengen naar dit verloop. En dat gaat op zich helaas nog niet zo makkelijk. Klik je op de balk en ga je een kleur selecteren, dan kun je hier wel boven. Ik zal deze even opschuiven. Dan kun je hier wel in het Color Thema ergens boven hangen. Je kunt niet op de kleur klikken. En dat is eigenlijk best een beetje zonde. Maar er is een uh, klein foefje voor. Dus ik druk hier op Annuleren. Je kunt je kleurenthema namelijk wel naar het stalen venster toe verwijzen. En het stalen venster, dat is eigenlijk een standaard verzameling van kleurtjes. Dat vind je hierboven bij venster. En dan gewoon netjes stalen. En je ziet, je krijgt dit venster voor je neus. Hierin allemaal voorbeeldkleurtjes die je gewoon heel snel even aanklunt klikken om zo te kiezen. Wanneer je iets gaat doen, bijvoorbeeld, ik pak even de kwast. En ik maak even snel een nieuwe laag aan. Als ik nu met de kwast ga verven, dan verf ik natuurlijk in het uh, ja, beetje beigeachtig. En klik daar gewoon op een tint oranje aan of een tint rood. En ik kleur in die kleur verder. Ik hoef dus niet eerst hier op te klikken. Een tint te kiezen, de juiste kleur, en dan te verven. Dat werkt natuurlijk ook. Maar ik kan ook gewoon zeggen van nou ik wil lichtblauw en ik verf daarin verder. Dat kun je met stalen. Maar je kunt dus die adobe color thema's ook overbrengen naar stalen. Ik zou ze niet allemaal overbrengen, want dat is weer een beetje onzin. Maar als jij bijvoorbeeld iets hebt gevonden waarvan je zegt van, hé hey, ja, dit eh, is wel iets waar ik mee, mee verder kan op deze foto. Ik ga gewoon even iets leuks uitzoeken. Ik wil inderdaad een beetje blauw-groenig in de schaduw. En eh, een beetje beige-oranje-achtig in de, in de hooglichten. En zoiets zal er ongetwijfeld wel tussen zitten. Deze bijvoorbeeld dan heb je hieronder heb je een paar puntjes staan. En als je daarop klikt, dan kun je ze toevoegen aan je favorieten. Nou, dan heb je bovenin heb je de, de optie om favorieten te kiezen, maar ook bijvoorbeeld aan stalen. En als je nou klikt, dan zie je dat mijn vijf kleurtjes bij stalen onderbij zijn gekomen. En dan wordt het opeens makkelijk om juist een verloop toe te wijzen. Want als ik het verloop open, en ik zou nou bijvoorbeeld in de schaduw gaan klikken, en in plaats van blauw kies ik bijvoorbeeld gewoon hier, Meteen mijn staal uit, dan zie je dat mijn staal is toegepast op de donkere tinten. Ik heb er vijf, dus ik zet er nog een blokje tussen. Dat komt dan natuurlijk mooi op 25% en ik zet daar ook nog een blokje en dat komt op 75%. En als ik dan een blokje aanklik en ik druk op de kleur en ik pak de juiste tint in mijn staal, en dat doe ik ook voor de middelste, zo ga ik ze alle vijf even af. Dan zie je dat mijn verloop eigenlijk hetzelfde is als die staal. Alleen is het nou gewoon helemaal gradueel. Het loopt gewoon vloeiend over in plaats van de vijf blokjes. Die mijn uh, kleurenthema eigenlijk was. En ik druk op oké. OK. Nu ziet er dit op zich nog niet zo spectaculair uit. Um, de donkere, uh, de donkerblauwe, groene tint die gaat natuurlijk uh, alleen voor puur zwart. En dat heb ik in deze foto niet. Dus het hangt daar een beetje tegen aan. En dat geldt ook voor het uh, hele lichte beige. Dat gaat voor alleen puur wit. En in mijn lichte partijen hangt het daar ook een beetje aan. Dit is op zich, dit, dit oogt als een zwart-wit foto met een beetje een, een, een blauw-groen zweem. Maar als ik hem bijvoorbeeld is de tint zwak licht zet dan krijg ik opeens al een hele andere foto. Hij is veel meer getoond, veel meer gestileerd dan mijn origineel. Ik zet bijvoorbeeld even verloop toewijzen uit. Dit is een beetje matjes en dit is alweer veel sterker. En ik kan eventueel nog een andere dekking uitproberen zoals fel licht of bedekken. Bedekken doet niet zo gek veel in dit geval. En vermenigvuldigen kan ook een leuke zijn. Eventueel kun je de dekking nog een klein beetje terugzetten. En opeens krijgt deze foto eigenlijk al meer een, een, een soort ja, jaren 70, vintage-achtig iets. Maar je kunt dus gewoon kiezen wat je wil. Ik doe het, ik doe het even nog gewoon heel snel een keer voor je opnieuw. Nou, Copa Dila. Dat heeft echt uh, van blauw tot oranje. Ik voeg hem toe aan mijn stalen. Ik zie hem onderbij komen. Ik klik op de balk. En ik klik gewoon netjes om de beurt. Op de kleuren. Ik hoef nog niet eens uh, hier de kleurkiezer te openen. Ik selecteer gewoon mijn venstertje en ik pak de juiste kleur. En ik druk op oké. OK. En laat ik hem nou bijvoorbeeld op normaal staan. Dan zie je wat dat opeens met mijn foto doet. Het is een beetje schipperen. Wat vind je natuurlijk zelf mooi? Wat vind je leuk? Um, ik hou op zich wel van, van dingen op zwak licht houden. Ik vind dat toch wel gewoon iets toevoegen. En je ziet er gewoon wat er gebeurt met mijn kleuren. Nu vind ik dat deze foto wel erg veel, veel blauw heeft. En ik kan met die gradient natuurlijk nog een keer schuiven. Ik ga hem even uh, kopiëren. En dat doe ik gewoon door op Ctrl-J te drukken. En ik zet de onderste even uit. Dat is dadelijk wat makkelijker te vergelijken. En ik klik erop. En ik ga gewoon bijvoorbeeld dit wat verplaatsen. En ik zet blauw mooi rond de 50%. En ik druk nou op oké. OK. Dan zie je dat blauw eigenlijk mijn middentonen voert, oranje mijn hooglichten. En de schaduwpartijen lopen van staalgrijs naar wit door naar blauw. Dus dit is met mijn aangepaste vorm. Dit is het origineel. En dit is mijn normaal verloop, wat gewoon allemaal netjes evenredig verdeeld is. En dit is hem dus als ik zelf de verdeling maak. En zo eenvoudig is het om eigenlijk gewoon interessante kleuren te kiezen in Adobe Color thema's. En dat over te zetten naar stalen. En dat dan weer in een verloop te gebruiken.